ons vertellerteam. Oftewel, gastvrijheid. Iedereen is hier wel bekend mee. Maar hoe leiden we jongeren hier eigenlijk voor op? Ik ben Vincent Maurik en ik sta bij een van de grootste RCN vakantieparken in West-Brabant. Namelijk de Vaasbloem NK. Vandaag loop ik mee met Eloise van der Velde, die bij het recreatieteam als recreatiemedewerker meeloopt. Zij is natuurlijk hartstikke enthousiast en vriendelijk. Dat zoeken de mensen hier. Ik ben benieuwd wat ze op een dagelijkse basis doet en wat eigenlijk allemaal omgaat op zo'n vakantiepark. Ik ga het haar vragen. Ga je mee? Hey! Hi! Hi, ik ben Vince. Eloise. Hartstikke bedankt dat ik mee mag lopen. Geen probleem, hier trek alvast aan, want we gaan naar het treintje om de kindjes op te halen. Een treintje? Jazeker. Oké, ik ben benieuwd. We gaan alle kindjes ophalen, zodat ze zo meteen met ons mee kunnen knutselen. En we gaan een hele route rijden over het gehele park. Nou Eloise, hoe vind je eigenlijk je stage tot nu toe? Het is een hele interessante en afwisselende stage. En dat is ook wat ik eigenlijk zoek, want ik ben een heel druk persoon in het leven. Dus ik moet ook bezig gehouden worden, want anders ga ik me heel snel vervelen. Ja, dat snap ik. Ja. En hoe is de samenwerking tussen school en de stage zelf? Vanuit school is het zo dat je de stage zelf moet zoeken. Ja. En hun kijken eigenlijk of het wel bijpassend is. En school gaf dus akkoord dat ik hier voor het tweede jaar terug mocht komen, omdat ze wisten dat ik hier ook later mee door zou gaan. En hoe ben je dan eigenlijk op de stage zelf gekomen, op deze camping? Ik was vroeger vaste gast hier. Ja. En ik vond het eigenlijk altijd al leuk. En mijn ouders die lieten filmpjes zien toen ik klein was van hier. Ja. Dus toen zeiden ze, nou waarom ga je niet daar proberen? Oh, leuk. Ja. Goedemorgen allemaal. Ja. Kijk, dat was beter. Hebben jullie er allemaal een beetje zin in? Jij bent natuurlijk de stagebegeleider van Eloise. Ja. Maar wat doe jij eigenlijk en hoe lang doe je het al? Ik doe dit al 8 jaar. Of ja, 8 seizoenen noemen wij dit. Ik ben de recreatiemanager van de Vlaasbloem. En dat houdt in eigenlijk dat ik alles wat met animatie en recreatie te maken heeft, moet regelen. Dus als leidinggevende aan het animatieteam. Maar ook daarnaast programma's maken. Zorgen dat er alles wat we moeten hebben qua materiaal, dat het op voorraad is. Eigenlijk alles wat erbij komt kijken, dat moet ik regelen, om het zo te zeggen. Oké, en Eloise, hoe vind je eigenlijk dan de samenwerking met collega's hier zo? Eigenlijk best wel goed. Iedereen die kent elkaar en we wonen natuurlijk met z'n allen samen. Dus dat brengt elkaar ook wel dichterbij. Want ja, je leeft 24/7 met elkaar en ook met onze leidinggevende. Ondanks dat we die niet altijd natuurlijk zien, is ze wel eigenlijk altijd voor ons. Dus dat is wel heel fijn. Want hoe lang zit je dan hier op het vakantiepark? Dit is nu mijn tweede seizoen, dus het tweede jaar. Maar als je naar het seizoen zelf kijkt, is het nu 6-7 maanden dat ik hier nu ben. Dat is best lang. Dat is inderdaad best een tijdje, ja. En wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde van een stagiair hier binnen het bedrijf? De toegevoegde waarde is dat ze ook een eigen bijdrage mogen leveren aan het programma. We werken met een Keten Light concept, dus er staan een aantal activiteiten staan vast. Die komen op alle RCN-parken terug. Maar daarnaast mogen wij zelf ons eigen programma samenstellen. En daar vraag ik ook altijd heel veel de hulp van mijn teamleden. Dat klopt, ja. Zelf heb ik dan de Color Run heb ik dan helemaal georganiseerd. Natuurlijk wel met de hulp van een paar andere mensen. En 2 spooktochten die we in elkaar hebben gezet met een leuk thema daaraan. En wat is dan jouw verantwoordelijkheid eigenlijk daarin? Dus ik moet het echt uit kunnen leggen op papier. En dan kunnen andere mensen het gelijk aflezen en ook voor elkaar krijgen. Oké, dus eigenlijk ben jij een beetje de leidinggevende dan? Als ja, het ligt eraan inderdaad wat voor activiteit het is. Als het een grote activiteit is dan wel, ja. Ja, maar zo kun je het wel zien, ja inderdaad. Als leidinggevende, ja. En Louise, vind je allemaal leuk hier op het vakantiepark? Ja, zeker. Ik vind het heel erg leuk. Zou je ook later nog verder willen? Ja, zeker. We zijn nu bij de bar aangekomen. En de bar is eigenlijk waar onze grootste hospitality terug naar voren komt. Natuurlijk met kinderen werken, maar aangezien we ook heel veel volwassenen hebben, doen we dat ook voor hun. En het is natuurlijk ook weer gelinkt aan school. Want vanuit school leren wij om gastvrij te zijn richting de mensen. Oké. En dit is de kidsbalie. En hier komen eigenlijk alle kindjes om de stickers op te halen voor hun kruimelpas. Want als ze alle stickers hebben, dan krijgen ze een cadeautje. Ook zitten wij hier aan de tafel hierachter om uit te werken als wij bijvoorbeeld niet op het programma staan. En dan beantwoorden we alle vragen van de gasten die ze mogelijk hebben over activiteiten of over inschrijvingen of over het strand of over het zwembad, etc. Oké. Ja. Zometeen gaan we een activiteit doen, een Club Sammy activiteit.
En wat we eigenlijk gaan doen zijn verschillende tikspelletjes. En als ze dat hebben gedaan, dan krijgen ze aan het einde van de activiteit een sticker. En dan kan het ook zijn dat we random gaan improviseren. Mm-hmm. Maar dan moet je maar gewoon in meegaan. Ja, tot, een beetje losjes. Ja, dat komt okay, helemaal goed. Oké, goed. Ja? Oké. Okay. Ik ben blij dat ik bijna klaar is. Ik ben kapot. Hey, hartstikke bedankt dat ik mee mag lopen. Ik heb echt naar mijn zin gehad. Geen probleem. Ik hoop dat je wat van hebt geleerd vandaag. Ja, zeker. Vond je het leuk? Ja, hartstikke leuk. En dan krijg jij je jasje weer terug. Dankjewel. En dan misschien tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei, doei. Doeg.